Hoezo heb je het niet gedaan? Ze is net pas uit het ziekenhuis. Dat wist je vanmorgen ook. Ja, toen wist ik alleen nog niet hoe erg ze aan toe was. Cola? Nee, natuurlijk niet. Ik wil gewoon weten waarom je niets tegen haar gezegd hebt. Dat durfde ik niet. Doe ik maar een cola. Het was heel anders dan ik me had voorgesteld. Ze deed heel blij en dapper, maar eigenlijk was ze gewoon heel verdrietig. Zei ze dat? Niet letterlijk, maar... Ze is veel eenzamer dan ik dacht. Dan wij dachten. Misschien zelfs depressief. En ze doet de hele tijd wel zo vrolijk, maar eigenlijk is ze gewoon heel onzeker. Denk je dat... was het een zelfmoordpoging? Weet ik niet. Maar ze zit niet lekker in haar vel. Dat komt ook door mij. Ja, dit is wel heftig. Ik kon het niet zeggen. Maar het moet wel. Wees gewoon eerlijk tegen haar en zeg dat je homo bent. Het is de waarheid. Nee, dit komt jou goed uit. Dan is Edwin uit de kast, hoeven niet meer stiekem te doen. Nee. Je moet het zeggen omdat het zo is. Daar kan ze tenminste iets mee. Met alleen, ik maak het uit niet.